De Suriname Air Traffic Controllers Association, SATCA, wil uit het VISO stappen. De reden hiertoe is dat volgens het huidige systeem luchtverkeersleiders ondergewaardeerd zijn, zegt de bondsvoorzitter van SATCA, Shakti Gurdat. De organisatie heeft reeds stappen ondernomen om de daad bij het woord te voegen. Zo zijn de leden gisteren bij elkaar gekomen en de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vijay Chotkan, een plan van aanpak gepresenteerd. Momenteel verdient een luchtverkeersleider in Suriname rond de $400, wat bij lange na niet voldoende is, benadrukt Gurdat. Hij zegt dat luchtverkeersleiders zowel regionaal als internationaal beter verdienen. Maar ook de aanleiding hiervoor is namelijk dat we in 2020 leven nu. En als we vergelijken in de regio wat een gemiddelde luchtverkeersleider verdient, als we ook kijken globaal in deze wereld naar de eerste wereldlanden, dan zien we dat een gemiddelde luchtverkeersleider een netto salaris in de regio van $2000 heeft. En in de eerste wereldlanden is dat in de buurt van €7000 zelf. En hoe zit dat in Suriname, in welke buurt? Nou, momenteel als ik mijn netto salaris moet omzetten in dollars, kom ik minimaal op 400, maximaal 450. Dus u ziet dat er een gap is. En om eerlijk te zijn, de Chinezen hebben het heel mooi gezegd in dit jaar. Volgens de lunar kalender is het het jaar van de rat. Maar wij zeggen, wij van de SATCA zeggen, 2020 is het jaar van de luchtverkeersleiders. Gurdat is positief gestemd over het gesprek met minister Chotkan. Hij hoopt dat de herwaardering voor het einde van deze regeerperiode een feit zal zijn. Naar aanleiding daarvan hebben we dan een loonreeks opgesteld, een prognose gemaakt wat we willen verdienen. En gisteren hebben we zojuist onze wensenpakket ingediend bij de minister. En wat was zijn reactie? Is hij positief gesteld? Nou, de minister was present met zijn gehele team. En ik mag u vertellen dat het wensenpakket aangenaam in ontvangst is genomen. Heel positief. En ook dat geeft een goed gevoel aan. Omdat we minister Chotkan ook eerder hebben gekend als de directeur van NVU Luchthavenbeheer. En als we ook kijken in de samenleving naar de strategische groepen, zoals de brandweer, de politieambtenaren en de luchtverkeersleider is ook een van ze natuurlijk. En ook het feit dat er maar 53 luchtverkeersleiders in Suriname zijn, hebben we een grote kans dat het wel realiseerbaar is en haalbaar is tijdens deze regering in het bijzonder. Tijdens minister Chotkan zijn bewind. Shakti Gurdat, voorzitter van de bond bij de Suriname Air Traffic Controllers Association, SATCA, in een interview met onze nieuwsdienst. SATCA wil uit het functieinformatiesysteem van de overheid, VISO, stappen.